De dingen die de djins kunnen doen met de mensenlichaam zijn beperkt en die zijn heel concreet vermeld in de Koran. Het zij in een stukje waarin Satan zelf aangeeft tegen Allah wat hij allemaal zal inzetten om de mensheid te doen falen, om de mensen te doen afdwalen. Het zij Allah die aangeeft welke ruimte Satan mag nemen om ons te proberen te doen falen en te doen afdwalen en God en alle te vergeten. Een van de plekken is in hoofdstuk 17 van de Koran, Surat al-Isra, vers 62, waarin dit keer Satan aan het woord is. En dit is wat Satan zegt. Oude billahi minash shaitan ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta la'in dit is een heel brutale manier van spreken van Satan. Hij wordt steeds brutaler. Waarschijnlijk omdat hij ziet dat hij toch verloren heeft en hij is toch al gedoemd. En hij zegt tegen Allah: <tied> Dit is een soort. Amicaal manier van praten, hij begint zijn, zijn respect te verliezen. Vandaar ook de gezegde Araïteken, zo van: Weet je wat? Ik snap wat er al aan de hand is, ik, ik zie al, het is duidelijk, laten we er niet omheen draaien. Het is duidelijk dat u alle de mensen boven mij verkiest, het is duidelijk dat u meer om de mens geeft dan om mij, het is duidelijk dat u meer om Adam geeft dan mij. Het is duidelijk dat hij een bepaalde voorkeur heeft. die sterker is. voor Adam, voor de mens dan voor mij. Dat is de betekenis van de uitdrukking. Ara'aitake. Zo so van Allah: ik, ik zie het al, ik, ik zie al. Laten we er niet meer omheen draaien, het is al duidelijk. Hij zegt tegen Allah: Weet je wat? Het is duidelijk: hij die je boven mij verkiest. Als je mij de tijd geeft. Tot de dag der opstanding. Als je mij dus niet nu straft, maar nog even laat leven. Totdat het eind van de wereld er is. Het laatste uur heeft geslagen. Hij wordt boos. O, 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 Satan wordt boos. En dat hoor je aan zijn manier van praten. Hij wordt brutaal, hij wordt amicaal in zijn manier van praten met Allah. En zelfs de termen die hij gebruikt. La'htani kennen. En weet je wat dat betekent? Dat is eigenlijk een belediging voor de mens. La'htani kennen betekent. Ik zal op de mens klimmen zoals een mens zelf op een paard klimt: op een paard of op een deb. Alles wat vier voeten heeft. Waar we op klimmen. Op de rug van het dier klimmen. om het met teugels aan te sturen. Dat wij dus de controle hebben. We gooien zo'n teugel, een touw. door de bek van het beest. en we houden hem aan de achterkant. achter het hoofd van het beest, houden we hem vast. en zo laten we het beest rijden. met ons op haar rug. Zoals cowboys dat doen met paarden. niet kennen. Dat is de vertaling in het Arabisch woordenboek van La Achtenikennet. Dat betekent dat je een paard gaat bestijgen. Een paard gaat bereiden. Een paard met teugels vasthoudt. Dat jij de baas bent op de rug van het paard. Maar La Achtenikennet betekent ook, en dat, dat weten wij uit een, een uitspraak van de profeet, betekent ook dat je op iets gaat vastklampen. Je gaat aan iets vastklampen. En je komt er niet vanaf tot je datgene waar je aan vastklampt, kapot hebt gemaakt. Kan je nagaan. Hij gaat zich aan ons vastklampen en hij komt er niet vanaf. Met andere woorden, hij geeft niet op tot hij ziet dat we kapot zijn. En dat is nogal wat, maar we hebben het hier over Satan en niemand minder. En ik zeg niemand minder, niet omdat hij zo machtig is, maar omdat hij zo kopg is. Hij is kopg en dom. Hij had beter moeten weten. En hij verklaart oorlog. Dat is wat hij doet. Hij verklaart oorlog. Hij zegt tegen Allah: The war is on. Het is oorlog. Laat het maar starten. Laat het maar beginnen. Geef startschot. En laat mij deze oorlog uitvechten. Daar heb ik wel de tijd voor nodig. Dus laat me alsjeblieft leven tot het einde der tijd. Hij verklaart oorlog. Hij is brutaal, hij is boos, hij is agressief en hij zegt brutaal tegen Allah van ik ga me vastklampen aan de mens. Ik ga ze bereiden precies zoals zij een paard zullen bereiden. Dat is echt het werkwoord waarbij je dus een, een beest controlt, zoals ze in het Engels heten. Waarbij je een beest met een teugel bestuurt. Jij op de rug van het beest. Of, andere definitie nogmaals, waarop? Een, een dier of iemand of iets, zoals de profeet zei in een van zijn hadiths. Zoals een sprinkhaan een, een graanspriet aanvalt. Zoals een sprinkhaan aan een graanspriet vastklampt tot het kapot is, tot het verpest is. Dit is de verklaring van Satan. Maar nogmaals, vastklampen, bereiden en dat soort zaken, dat doen we allemaal op de rug van een dier. Doen we allemaal op de rug van een dier? We zijn niet in het dier. Zelfs de sprinkhaan die zich vastklampt, volgens deze definitie aan een graan, gaat niet op in het graan. Die is nog steeds aan de buitenkant. Hij klampt zich vast aan de buitenkant. Als een, een, een mens op een paard rijdt, dan zit hij op zijn rug. Hij zit niet in de buik van het beest. Dus dat geldt ook voor, voor de jeans. Ook al zouden ze ons. Dat betekent dat ze niet in ons gaan. Nog steeds is de definitie niet dat een djinn in je kan gaan. Zelfs wanneer Satan gek wordt en boos en hij laat zijn boosheid en, en overmeesteren, dan gooit hij er alles. Hij is boos, dit is wat ik kan, dit zal ik doen, dit, 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 dit zal ik doen, dit ga ik doen met die mensen. Dit ga ik doen met die mensen waarvan jij meer van houdt dan van mij. Dit is wat ik doe. Zelfs op dat moment geeft hij niets aan wat we zouden kunnen vertalen als zijnde... een djinn die in ons lichaam kan treden. Want Satan is een djinn. En weet je wat ons lieve Allah... waar wij zoveel van houden antwoordde? Precies wat hij tegen de engelen zei... Toen ze, toen ze hem vroegen van Allah... waarom gaat u mens maken... want die gaat alleen maar ellende op aarde zaaien. Alle weet wat de engelen niet weten... en de engelen staan dichter bij Allah. Als zij het niet weten laat staan Satan... die al wat verwijderd is van Allah... Die weet, die weet al helemaal niets. Hetzelfde, dezelfde toon, dezelfde tendens, zeg maar, dezelfde antwoord geeft Allah. Hier ook tegen Satan, die helemaal boos is en boos. Zo'n triest figuur. Zo'n kind die, die schoorvoetend is, die bijna op de grond gaat rollen. Ik krijg mijn zin niet, ik word boos, ik ga dit en dit doen. En wat zeg je dan tegen zo'n zo zo iemand waar je eigenlijk om moet lachen? Die denkt dat die indruk kan maken. Waarbij je denkt van: ach, wat zielig. Ach, wat zielig. Wat zeg je tegen zo'n persoon? Ga alsjeblieft weg. Ga buiten spelen, Ga fietsen, zeggen we in de Nederland hier. Ga buiten fietsen of ga fietsen of iets in die trend. Dat is wat Allah zegt. Haddeby Luis Tanjim, meneer Geman. Ga. Ga. Niets wat je zegt maakt indruk. Ga. 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 Fement, heb je minhum. een min hoom, verinnege hen en en Allah zegt van ga, doe je best. En degene die jou volgt, vanuit de mensen die ik gemaakt heb, vanuit de mensheid, minhum. hoom, verinnege hen en me, dus de mensen die, en Allah zegt min hoom, zeg maar de mensen die jou volgen. Hel is jullie beloning. En hier praat hij weer in jullie. Dat betekent zowel Satan als de mensen die hem volgen zullen hel krijgen als beloning. Maar Allah laat het er niet bij om me aan te geven hoe bijzonder een mens is. Ik denk dat geen één geloof, hoe zal ik het zeggen, het bijzondere van de mens zo mooi neerzet als islam in de Koran doet. Dit is Allah. Dit is Allah. Dit is prachtig. Dit is... We hopen maar dat we ooit zijn gezicht mogen zien, inshallah. Zo, zo mooi, zo mooi als je dit leest. Het houdt niet op. Dit gaat door in vers 64. Zegt Allah het volgende tegen Satan. Om hem nog helemaal gek te maken, om hem nog een schop na te geven. Om hem helemaal gek te maken van. Je denkt dat je nu boos bent? Wacht maar, ik maak u nog bozer. Ik ga je nog gekker maken met wat ik nu nog ga vertellen. Als je denkt dat je indruk maakt met je verhaal. Dit is wat Allah zegt. Hij gaat gewoon door. Prachtig, al het vertrouwen wat Allah in ons zegt. Heeft. Audhu billahi min ash Bismillahir-rahmanir-raheem. Bismillahirrahmanirrahim. En estafiz men minhum. En Allah zegt: en professeer, professeer wie wie je kunt, wie je aan kunt. Lok ze maar, val ze aan, doe met ze wat je wil. En kijk wie jij kunt overmeesteren. En nu, nu benoemt Allah een scala. Aan zaken wat jeans kunnen doen met mensen. Ze kunnen niet veel. Dit is waar Allah de ruimte voor geeft. Dan Allah bepaalt, want Allah is de baas. Aan Allah bepaalt de ruimte waarin Satan, die zelf een djin is, waarin de jeans wat kunnen en mogen doen met de mens. Dit is het. Kom me niet vertellen hadith en dit en dat. En ik heb gelezen en mijn moeder rolt op de grond en al dat soort verhalen. Je moeder rolt op de grond omdat ze psychisch hulp nodig heeft. ...ze heeft medicatie nodig... ...ze heeft hulp nodig en gauw... ...je moeder rolt niet op de grond... ...omdat er een djinn in haar is... ...dit is wat Allah zegt... ...hier bepaalt Allah... ...niet ik en niet je moeder en niet jouw ogen en wat jij ziet... ...dit is Allah die bepaalt... ...wat een djinn mag doen... ...hier geeft Allah de toestemming... ...en bakent hij de ruimte af... ...waarin djinns mogen... ...doen wat ze mogen doen bij de mens... ...en geen een... ...zul je horen geen een van die zaken... Houdt in dat ze ons lichaam in kunnen. Dus als Allah in de Koran dit niet toestaat, hoe haal je het in je hoofd om dan aan te nemen dat djins dat kunnen? Wie heeft ze dan toestemming gegeven? Als Allah de enige is die toestemming kan en mag geven en geeft. En hij zegt dat dit het is waar hij toestemming voor heeft gegeven. Wanneer en in welk tijd en in welk zora en door wie anders hebben ze toestemming gekregen als djins om een mensenlichaam te betreden. Laten we dat met elkaar doornemen. Vers 64 van hoofdstuk 17, Koran. Ik ga hem eerst in het Arabisch lezen en dan neem ik hem jullie stap voor stap door in het Nederlands. Audhu billahi minash al rajim, bismillahirrahmanirrahim. واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا صدق الله العظيم الله زغت niet alleen maar kan je bereiden zoals een mens een bereidt Want dat is vastklampen gebeurd aan de buitenkant. Hij zegt... ...en professeer ze, lok ze uit, verleid ze, val ze aan op deze manier. Alleen hen die jij aankunt. Dat betekent alleen hen die jou vrijwillig volgen en jou vrijwillig laten overwinnen. Over hun. En Allah zegt, door deze manieren. We gaan tellen. ...en... Bizaltik, dat is één. Met jouw stem. De weswessen, het gefluister van Satan. De weswessen. Het gefluister gebeurt op een soort telepathisch niveau. Je hoort hem niet, je voelt zijn woorden. Dat voel je, het gevoel. Jij hoort hem niet. Het gefluister van Satan hoor je niet, maar je voelt het. Dus, bizaltik, zegt Allah. Jouw stem mag je gebruiken. Het is een oorlogplaatje wordt neergezet. Zoals je dat nu ziet op de achtergrond. Wijzliba, alleen in is het tweede. Zet jouw paarden in. Zet in jouw paarden op de manier zoals jij dat wil. Want dat is een strijd. Want hij heeft al eerder de oorlog verklaard tegen de mensheid. Dus Allah zegt van laten we daar duidelijk over zijn. En het is een strijd wat hier losbaart. Dat is een oorlog dus zet je paarden in, zet je beste ruiters in, zet jouw soldaten die jij op paarden zet, zodat ze hoog staan dan de mens, zet ze in, zet jouw ruiters in. Dat is twee. Omdat alleen hem bekeelig. Wa rajelika. Zet ook in jouw soldaten die te voet gaan, dus soldaten die op een paard rijden, soldaten die te voet gaan ten strijd. Dat is drie. Te voet. En neem deel in hun geld. En in hun nageslacht. Participeren. Bemoeien. Dat, dat is het volgende. Bemoeien jou met hun geld. De manier waarop zij hun geld verdienen. En hun nageslacht. En hun geld is natuurlijk de riba, de rente. De rente, waar we het hebben, gehad, over hebben gehad in een video hiervoor, of twee video's hiervoor. Die moet je zien, anders snap je niet waar ik het hier over heb. Dus, Charlie fil amwele wa participeer, bemoei jou met hun geld, met de manier waarop zij hun geld verdienen. Verdienen ze hun geld op een eerlijke manier? Of is het alleen maar stelen, bedriegen en liegen? En bemoei jou met hun kinderen. Daarvan, Allah zegt. Zorg goed voor jouw ouders. Zorg goed voor jouw ouders, zegt Allah. Zeg nooit uf tegen ze. Van uff, ik ben moe. Ik ben moe, ik kan jullie niet meer uitstaan. Dat mogen we niet zeggen. Bemoei met hun naagslacht Dus kinderen die dat wel doen... ...die zijn vriendjes aan het worden met Satan. Die zich gaan afzetten tegen de ouders. Zelfs wanneer je ouders hebt die niet moslim zijn... Mag je ze nooit beledigen. En je mag ze nooit verwaarlozen. Zo belangrijk zijn de ouders bij Allah. Dus kinderen die zich daarin afzetten. en gaan rebelleren tegen de ouders. die zijn op dat moment vriendjes aan het worden. Val, uh, prooi aan het, aan het worden van, de, van Satan. En de laatste: wa'idhum. Beloof ze. Beloof ze. Dat betekent weer op zijn manier, op zijn weswese manier. Dat betekent van wanneer je in je hoofd denkt van, hmm, als ik een zak, een zak geld steel van mijn werkgever, ga ik lekker weg. Hij kan me toch niet vinden. Ik ga een onderneming starten of ik ga naar het buitenland, of ik doe van alles. In jouw hoofd ben je al aan het bouwen. In je hoofd denk je al van, ik ga een zonde begaan, maar ach, het gaat me zoveel opbrengen. Je bent al kastelen aan het bouwen. Op basis van een zonde die je, Denkt bij wat je overweegt te gaan begaan. En dat is allemaal dingen die je doet zonder dat je daar open en eerlijk over durft te praten. De dingen die jij bewaart in je hart omdat je daarvoor schaamt, maar waarvan je toch denkt van ik doe ze toch, niemand weet het en ik word er beter van. Die dingen, dat zijn de beloftes van Satan. De dingen waarvan jij weet van als ik ze toch doe, ik doe ze toch lekker, want ik word er beter van. De valse beloftes. En daar houdt het op, daar blijft het bij. Dit is wat de jeans mogen doen bij de mens. Dit zijn niet mijn woorden, dit is niet mijn conclusie, dit is niet mijn interpretatie of mijn filosofie, dit is Allah die aan het woord is. Jongens, dames, heren, kinderen, mijn God, als we dit niet aannemen van Allah, zijn we dan nog moslims? Als we lekker kop gaan doen, net als Satan, van dat staat daar wel, maar ach, ik zie toch, ik zie toch, ik zie toch mijn broer die zijn kleding scheurt, ik zie toch mijn moeder die haar kleding scheurt, ik zie toch mijn vader die, die zijn kleding scheurt en doet, ik zie het toch. Hoe moet ik jou nou geloven terwijl ik wat anders zie? Dat jouw ogen je misleiden. Dat jij niet de waarheid kent van je broer, die misschien een pil of een druk of weet ik het wat heeft ingenomen, of een trauma omdat hij te veel heeft opgekropt in zijn hart jarenlang, wat hij niet mag uitspreken. Het kan van alles zijn waarom uiteindelijk zijn zenuwsysteem het begeven heeft of belast is geraakt. Dat weet jij niet. Want zelfs je man, zelfs jouw vrouw, zelfs jouw kinderen, daarvan weet jij niet 100% alles wat er in hun hart en in hun hoofd gaat. Ook al zitten ze naast je en ze kijken je aan. Dat is zo net el Hayat, zo gaat het nou eenmaal. Wij vertellen niet alles. Wij zijn niet een zak die je om kan kippen, de waaruit alles kan vallen. We zijn geen fles water. Je doet de dop open en al het water valt eruit. Zelfs dan nog, zelfs bij een fles water blijft nog wat water in de hoeken. Zo werkt het niet met een mens. We hebben een hart en we hebben een hoofd. En dat is een put waar heel veel in kan. En het is onmogelijk om wat we daar hebben gestopt door al die jaren heen, om dat te gaan delen met iemand. Dat gaat niet. Bewust of onbewust gaat dat niet. Dus je weet nooit waarom jouw broer, waarom jouw, jouw moeder, waarom jouw vader doet wat hij doet. Ook al denk je alles van hem te weten. Zoals een moslimmer laatst zei: ja, maar mijn moeder is altijd zo'n fatsoenlijk vrouw. Ze gaat toch niet haar kleren zomaar scheuren. Ja. Maar lieve zus, jij weet niet wat er in haar hart omgaat. Misschien kropt ze al jaren ellende wat ze met niemand durft te delen, omdat dat gewoon voor in haar wereld te gevaarlijk is, dat ze dat niet durft. En wat gebeurt er dan? Ze blijft het slikken, 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 stapelen, stapelen, de stress tot het een keer barst. En het is de vraag of ze er ooit voor zal durven uitkomen, hetgene wat haar zoveel heeft gedreven. Trauma's, weet ik veel, noem maar op. Lijst mogen Allah met haar zijn en haar. Genezen, inshallah. Dus ga niet zelf bedenken, ga niet zelf invullen. Als het gaat om de jeans, kijk naar de ruimte die ze gekregen hebben van Allah. Want jeans is niks, Satan is niks. Het is maar een, een triest figuur, een slap figuur. En hij kan dingen omdat hij daarom gevraagd heeft aan Allah. En Allah heeft hem toestemming gegeven. Satan is niet Superman of Batman of weet ik het zoals we dat willen zien in een film. Hij kan niks. Hij heeft dingen gekregen erbij. Hij heeft mogelijkheden erbij gekregen die hij kon inzetten... in kader van hetgene wat hij gevraagd heeft aan Allah. Namelijk om de strijd met ons aan te gaan... om te bewijzen aan Allah wie slecht is en wie fout is. Allah weet wie goed is en wie fout is. Maar Allah wil hem doen vallen. Van, denk je nou echt mij iets nieuws te gaan vertellen, Satan? Je krijgt alles van mij en nog veel meer. Zoals Allah dat hier doet. Hij geeft hem nog veel meer ruimte. Die vier die we net benoemd hebben omdat alle zeker is van de mensen die van me houden en in me geloven, die doen dat toch tot aan hun dood, die kan jij niet misleiden. Dus de rest van de mensheid, de rest van dat gepeupel, ga ermee spelen, doe wat je ermee wil. Ik geef je nog meer speelgoed om ermee te spelen hier. Doe de weswese, uh, uh, val ze aan, te paard, te voet. De djins kunnen en mogen ons lichaam niet bezetten en niet betreden. Dat bestaat niet. Een mes, zoals wij denken in de islamitische cultuur het begrepen te kunnen hebben, bestaat niet. Een djinn mag je lichaam niet betreden. Van Allah mag het niet. En Allah is de baas. Punt. Net zoals dat zij de hemel niet meer mogen benaderen wat Allah zegt.